Hoi, ik ben Tamar. En ik ben Danique. En samen zijn wij KCO. KCO staat voor K, kunst. C, cultuur. En O, omgeving. Wij zitten op het Alping College in 3HAVO. Samen hadden wij een goede pitch voorbereid om aan de jury te laten zien van Rabobank en Day for Change. En daardoor hebben wij in samenwerking met Rabobank 10 euro microkrediet gekregen. We hebben de boekjes gemaakt van oude kranten en gebruikt papier. En daarvan hebben we deze boekjes gemaakt. En nu laten we zien hoe we de boekjes hebben gemaakt. De glasprenting zijn gemaakt van oude fotolijstjes. Deze zijn dus hergebruikt in plaats van weggegooid. We hebben reclame gemaakt en dingen verkocht. Op social media en door langs de deuren te gaan. Dit zijn de prijzen en de formaten van de glasprenting. We hebben ook verschillende prijzen en maten voor de boekjes. En dat is voor het kleinste boekje is het 5 euro. Voor het middelste boekje is het 7 euro. En voor het grootste boekje is het 10 euro. Wij hebben 256 euro winst gemaakt. En de opbrengst gaat naar vrouwen in Malawi. Zodat ze, net als ons, een eigen bedrijf kunnen starten. De samenwerking ging heel goed en we hadden een goede taakverdeling. Namelijk, ik maakte de glaspaintings. Ik maakte de boekjes. En ik hielp nog met het designen van de kaften van de boekjes. We zijn trots op het eindbedrag dat we hebben gehaald. En zijn ook blij dat we de vrouwen in Malawi konden helpen. Ik stem op. KCO. Omdat groen de toekomst is. Wij hebben dus de glaspaintings en de boekjes gerecycled. En dat is beter voor de natuur. Dus daarom... Wees geen oen en stem op groen!